in het geval van Albert van Maurik, deels ook aan jou gericht. Die roept van ja, we weten dat de Formule 1 auto die 24 uur van de maand niet zal uitrijden. Hoe zit dat met jouw Royal Motorsport Piemert? Ja, zou die dat redden? 1,6 turbo. Nou, de Delta auto ook een 1,6 turbo. Dus. Nou, dit is zeker een leuke vraag. Ten eerste is, wij moeten het hele seizoen rijden met onze motor bij het wereldkampioenschap Tourwagens. Dus het is in ieder geval een motor die een x-aantal kilometers kan rijden. Exact weet ik het niet, maar ja, op Le Mans doen ze iets over de 5000 kilometer. Hè. Dus ja, volgens mij zou die dat moeten kunnen redden. Hier gaat nog even een MP2'tje van de heer Meijtri. Redelijk door het grind, concentratiemomentje, probleem met die auto en hier wordt hij niet vrolijker van. Dan moet je het geluk hebben dat alles is goed gebleven. Kijk, de lampen gaan ook in één keer allemaal uit aan de voorkant. In de lucht had hij nog licht, nu is het klaar. Het is alleen maar te hopen dat de kabels losgeschoten zijn en die gewoon verder nog de pits heeft weten te bereiken. De auto met het startnummer 40 dus juist.